Minderjarige verdachten laten we in eerste instantie vaak onherkenbaar zien. Dan hebben ze 2 weken de tijd om zichzelf bij de politie te melden. Doen ze dat niet, dan komen ze herkenbaar in beeld. En dat gaan we nu doen. Hopelijk weet iemand wie in beslag genomen drugs steelt uit een politieauto in Hilversum. Op maandag 9 september houden agenten rond 14:15 's middags een verdachte aan op de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. De in beslag genomen wikkels met drugs, een telefoon en geld worden in een burgerpolitieauto gelegd. Terwijl de agenten druk zijn met de aanhouding, loopt een jongen naar hun auto en pakt door het geopende raam het zakje met wikkels vanaf de bestuurdersstoel. Daarna loopt hij weg. Ja, heel brutaal. En nu hij dus herkenbaar in beeld mag, laten we nog maar gelijk nog een keer bekijken. Ja, we laten hem zien, want deze jongen had natuurlijk de tijd om zich bij ons te melden. En dat heeft hij niet gedaan, dus is dit de consequentie. We zijn dus op zoek naar deze lichtgetinte jonge man. Hij droeg deze dag een groene jas met een wit t-shirt daaronder. Hij had een spijkerbroek aan en donkere schoenen. Nou, als er iemand is die deze jongen herkent, bel ons vooral. De politietiplijn 0800 6070. Anonieme tip doorgeven, dat kan. Via meldmisdaad anoniem op 0800 7000.